We gaan eens kijken naar de werking van een aantal van die prachtige transparante rode lakkleuren, leekkleuren, over het Oud-Hollands Bright Red en een Scheveningsgeel middel. Om eens te kijken wat de werking van die drie lakkleuren zijn. Ik heb een karmijnlak extra van de cochenille luis, de kraplak light extra van de gemaakt ooit van die wortel van de meekrapplant en het scharlakenlak extra. Gaan we even kijken wat de effecten zijn bij het een transparante laag leggen over deze ondergronden. Ik doe het ook graag altijd even met mijn vinger. Om die tinten te pakken te krijgen. Paletmesje erbij. Dat je dus die werking van dat glazen laagje over dat rood goed kunt ervaren. En dan deze kleur, de karmijn, over die gele. En dan wat ik hier een beetje ervaar, en dan ook even een kwastje bij gebruiken, is dat je eigenlijk ook een beetje een groene zweem krijgt. Dat is niet zo raar. Want er zit toch een klein beetje violette kleur in die karmijn. En over dat, daar zit natuurlijk een beetje blauwachtig, zullen we maar zeggen. En dan over dat geel krijg je toch een klein beetje van die zo'n groenachtige zweem. Dus je krijgt hier dus die bouw van die schitterende transparante kleuren over rood en geel. We gaan het ook eens eventjes met een nieuw papiertje, met die kraplak kijken wat er gebeurt. Van de make-up. Even hier neerzetten. Dan krijg je toch een heel andere, waarschijnlijk veel helderder toon. Eigenlijk dat rood, dat ligt helemaal op. De oude schilders en de Gouden Eeuw, die gebruikten dat kraplak ook natuurlijk al. En dat ook Vermeer heeft dat gebruikt. En dan zie je dat ze vaak in die robes, je hebt zo'n schilderijtje van Vermeer, daar zie je zo'n rode robe en die is ook helemaal, ik denk dat er echt wel een laagje kraplak overheen zit over dat vermiljoen wellicht wat hij gebruikte. Waardoor je echt die schijnende tint krijgt van dat rood. Wat gebeurt er in dat geel met die kraplak? Nou, in ieder geval ben je dat groen zweempje kwijt. Want je krijgt echt dat hij meer naar het oranje neigt. Dat zie je eigenlijk onmiddellijk. Ja, even met het kwastje even. He, dat hij veel meer naar het oranje neigt en veel minder naar het groen gaat. Dus hier die oranje tint, he, natuurlijk, die kraplak over dat geel. Tot slot gaan we die hele heldere scharlakenlak eens even uittesten wat die doet. Over. En dan krijg je helemaal die scharlaken over dat rood, dat dekkende rood daaronder en dan die scharlakentoon. Ja, dat zie je hem helemaal uitspatten. En bij het geel zal hij waarschijnlijk nog een extra keer. Ja hoor, dan gaat hij helemaal naar het oranje toe. Dus, heel kort eventjes een paar van die transparante shades. Als je al die transparante kleuren kijkt die wij in het gamma hebben van de Old Holland Classic Colors. Die transparante rode, die madderkleuren en die alizarinkleuren en die crimson. Dat zou je eens kunnen uitproberen op een paar dekkende velletjes. En dan die transparante kleuren, dan kun je precies zien wat die effecten zijn. Hè? Dus hier is die karmijn, rood, maar er zit een beetje blauw in. Dus dat neigt naar het groene, naar het violette. Nou ja, en zo kun je ze heel makkelijk, heel goed uittesten. En gebruiken voor de doeleinden die je wilt.